thuis. Dus jullie kunnen zien, mijn vader is bezig. Want ja, dit kopje is los. En daar zit de propeller aan. En als die niet goed vast zit, gaat die trillen. En dan kunnen we niet vliegen. Dus als die gemaakt is, kunnen we weer vliegen, denk ik. Helemaal drank los. Zie je? Maar dat komt, denk ik, omdat we vaak gecrashed zijn. Dus kunnen jullie gelijk zien wat erin zit. Kijk, dan kom je hier vast draaien. Die schroeven zijn losgegaan. Ja, dat is een los. Godverdomme. Hij maakt niet die ding. Kun jij niet vliegen, jongen? Op het moment dat die crasht, denk ik echt bij jezelf, ja, nu is die kapot, is voorbij. Ah! Oei, joh. Ah, nog een keer. Ja, als je nu weer verpest, dan mag jij. Dan is, dan is alle eer voor jou. Wacht even. Wat eng, man. Ja. Yo, gas. Vol gas. Rottie. Nou, half gas, hè. En nu komen we weer op nul staan. Nu ben ik hem ook kwijt. Oh. Half gas. Ja, ja, ja. En dan op die panic-knop drukt. Dat hoeft niet, hè. Waarom moet ik niet die panic doen? Oh. Gewoon filmen dat ik langskom hier. Ik zie je niet, hè. Oh-oh, kut. Oh! Oh! Ik zie het niet, hoor, John. Kijk dan even goed, hoor. Ja, jongen, ik zie... Ik zie dat ding niet. Je ziet hem echt niet. Ja, ik probeer hem lager te gaan, maar... Ik doe even gas uit dan. Maar hij vliegt gewoon zonder gas, vliegt hij gewoon door, hè? Ja, heel mooi, heel klein beetje gas geven. Ik gok het maar, hoor, dat hij goed zit. Zoals je ziet hem amper, hè? Ja. Hij doet de propeller uit, hè, niet? Ja, hij kan nu weer aan. Ja. Probeer ze hier in. Dat gaat best wel makkelijk nu, of niet? Ja. Oh, relax toch. Hij doet perfect, hè. Jalla, jalla, jalla. Ja, ik zie hem echt niet, hoor, in de camera. Moet je inzoomen? Oh, maar. Mega. Van zweven nu, hè? Motor gewoon helemaal uit. Ja. Mooi, hè? Het is best wel lachen dit. Anita. Uh-oh. We gaan nu van naar beneden, ga je dan omhoog of hoe zit dat? Ja, nu kom ik hem laag, dan ga ik hem ook mee. Nou, probeer eens een looping. Looping? Ja, film je goed dan? Ja, ik heb hem continu in beeld. Oké, ik ga een looping over dat ding heen proberen te doen. Man. Rustig aan, hè. Oh, hij raakt ook gewoon net. Oké, ik heb hem nu op zijn andere stand staan. Oh, ben ik ook snel? Nee! Oh, ik heb hem nog. Oh. Oh. Deze gaat elke keer los. De propeller is afgebroken, jongens. Dus dat betekent dat we klaar zijn. Jammer. Kan er niet, zou je niet? Eeuw, oh. Je mag in ieder geval niet meer met 80 kilo...
Hallo, hoe zit? Hoi. Je mag niet meer met 80 km per uur door het water heen rijden, Grompie. Waarom niet? Omdat de banden dan exploderen. Oh. Maar ja, omdat jullie zulke klungels zijn. Oh, de banden. Oké. Okay. Waren ze wel zo vriendelijk? Oh, die banden. Maar nieuwe ter beschikking te stellen. Ja, netjes, netjes. Even buiten de camera. Zou het toch nog één keer door het water gaan? Ja. Ja, met die andere. Maar dan moet je met die andere weer doen. Maar dan moet je ze even dichtplakken. Oké, jongens, deze hebben we ook erop gehad. Hij is weer gemaakt, nieuwe propeller erop. Kijken of we een looping kunnen doen. Salto over de stromen ding. Dus hopelijk gaat hij lukken. Klaar voor cameraman? Ja. Kijk hoor, zo vliegt hij omhoog, hè? Oh, ik heb hem nog. Oh-oh. Wat gebeurt er nou? Hij raakte dat ding en toen begon hij iets te flapperen. We gaan even kijken of er nog wat van over is, maar ik denk het niet. Hij is aardig fucked, hè. Wow, yo, check deze. Ah, dit is... Dit was hem. Dit is het eind van de... Ik ruik hem. Ik ruik hem ook al, hoor. Het eind van de vliegtuig. Helaas. Dus ja, was leuk. Maar ja, hij was eigenlijk al zo erg kapot dat het vliegen best wel lastig ging. We hadden hem wel kunnen stevige duct tape. Hadden we niet gedaan. Kwamen we hier pas achter toen we hier voor de derde keer waren. Zit te wijzen. En ja, ik ging omhoog vol gas. Kwam ik al gelijk tegen dat ding aan. En te achter ging zo. Dit zat zomaar zo. Ja, toen ging die eigenlijk gewoon zo naar beneden. Nu gaan we hem opsturen naar Peter als prank. Zeg, kun je hem even maken?